هذا ابراهيم واي واي يو اخت مانا واي واي بوسي في بيتاج واي واي عكتي بيتاج واي واي نخيتي بيتاج واي واي خين بيتاج فور واي واي ينوي خندور واي واي برايم برايم Spices of Marrakesh, the master in spices. Het juiste adres voor al heerlijke unieke smaak en kruidenmixen. Onze kruiden worden door onszelf geproduceerd in onze eigen fabriek. Bestel nu eenvoudig via onze webshop, spicesofmarrakesh.nl. Of bezoek een van onze vestigingen. Voor groothandelsaanvragen kunt u contact opnemen. Ja, maar ze zijn niet meer. Jawel mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Ik heb er alweer zin in en zoals beloofd, we hebben nu standaard weer even lekker video's. We gaan even knallen, Ramadan video's komen eraan. Kortom, we gaan jullie blij maken. Vandaag hebben we een hele speciale dag, hè Bilal? Ja. Wat gaan wij doen vandaag? Feest. Wat is een feest? Vandaag gaan we een vlog maken met, zeg maar, Ayyub. Wie is Ayyub? Met Marwan! Nee, geen Marwan. Marwan, ja! En waar speelt Marwan? Die maakt film. Oh, gewoon film. Ja! Mokro Mafia! Mokravakia. Mokro Mafia! Mokravakia. Mooi, ja, ongeveer. Die gaat naar de kapper. Naar de kapper! En Brian moet ook naar de kapper! En Marwan, die gaat Brahim knippen. Vind je dat een goed idee? Of gaat Bilal Brahim knippen? Ik wilde gewoon mijn kettingslot terug. Een klokkie, maat. Een wapen. Het begint al meteen goed. Kijk uit, Bilal. Kijk nou uit. Hier, ik houd die deur open. Kom maar. Kom op. Ja. Kijk uit voor die deur, Bilal. Zo, hè? Weet je waar wij hier waren of niet? Waar waren wij hier vorige keer? Hè? IJs. Ja, hoe weet je dat? Was hier op de markt? Weet je nog met IJs op de markt hier? Kom maar. Bilal. Nee. Hey, van wie is dit karretje hier? Hey. Ja, die is bij mij vandaag. Willen wat liefde. Respect moet je verdienen. Ja, Willen. Jawel, mensen. Hier zijn we weer. Ja. Mori. Hoe noemen ze jou eigenlijk op straat? Nu of toen? Nee, gewoon normaal, vrienden. Nee, gewoon Marwan. Gewoon Marwan. Ja. Niemand die. Nee. Wij hebben iemand genoemd Maru. De een noemen we Mari. Nee, ja, Maru soms, maar meestal gewoon Marwan. Gewoon Marwan. Gewoon makkelijk. Hoe gaat het, bro? Alhamdulillah, mijn broer. We zijn lekker, man. Met Bilal. Hey, maar het gaat hard, hè? Ja, het gaat heel snel. Hè? Ja, broer, Allah. Ik zie allemaal interviews van jou en zo. En, We zijn er blij mee, toch? Ik vond bij Humberto Tan vond ik echt sterk. Ja? Ja, dat was leuk, man. Voor wat voor interview heb je de meeste spanning gehad tot nu toe? Bij M, de allereerste keer, live. Want ik weet nog, ik had een soort mediatraining. En dan bereid je je voor, zeg maar, op interviews. Maar interviews kan je meestal opnieuw. Als het fout gaat, je doet de camera uit. Ja. Maar live is in één keer go. Ja, ja. Dus toen ik bij M zat, toen had ik wel dat was spanning. Even, maar toen de game begonnen was, toen uiteindelijk, wanneer je een paar keer aan het praten bent, is klaar. Ja. En vandaag hebben we een hele speciale dag. Wat gaan we doen, Bilal? Wat gaan we doen? Brahim moet? Knippen, of niet? Hoe belangrijk is jouw haar daarvoor? Kijk, nu is het met die corona, toch? Is het probleem. We mogen nu officieel mogen wij knippen, toch? Ja, maar we mogen nu pas weer knippen, dus we gaan binnenkort weer inshallah, maar nu is even die petjes nog even op. Oké, maar Stefan, ik zou jou kort willen knippen. Gevaarlijk, mijn broer. Rollen? Nee, mijn broer. Dat doe je echt niet? Nee, man. Ik heb gespaard voor dit, hè. Met nee, joh. Mijn ouders. Doe zo naar beneden. Zoiets nu, man. Terwijl vroeger, ik ga je foto's laten zien, dat was zo'n strak in de jam naar rechts, man. Maar nu, nu heb ik het een beetje laten groeien, een beetje. Okay. Ja, doe eens, Bilal. Is lang, hè. Is lang, hè, Bilal, eerlijk. Kan niet, hè.
Moet ik knippen vandaag? Oh, yeah. Dat is een probleem. Maar kunnen jullie mijn haar fixen vandaag? Kijk, ik ga je zeggen, ik ben niet ervaren zoals onkel Daro, maar ik ga voor jou fixen proberen. Ja, hè? We gaan het regelen, man. Of niet? Zeker weten. Willen. Kom maar, mee. Willen. Waar beginnen we mee? Eerste haren? Haar. Ga je mijn haren wassen? Oké, okay. Nou, succes. Zo. Kom een beetje naar voren. Ja? Kom een beetje naar voren. Oké, okay, maar gaat al die water in mijn nek? Nee. Kan je... Oh, kom eens. Droog, ga maar lekker drogen. Ja, lekker. Lekker hoor. Applaus hoor, Bilen heeft goed gedaan hoor. Ja. Oké. Okay. Wat ga je doen dan? Dus meen je dit echt? Bilen. Ja, beneden, Hassan. Kijk, kijk. Niet naar boven. Kom, ik ga jou helpen, Hassan. Nee. Laat me, bro. Hij weet beter dan jou. Ik zie het, bro. Nee, naar beneden, Bilen. Nee, zo. Andere kant. Zo. Ja. Zo. Nee, wacht nou eens even. Jeneb, je lacht sowieso goed, toch? Ja. Dan kijken. Kijk, Jeneb ga ik uiteindelijk, wil ik tot hier, zeg maar, echt hoger. Nee, voor Jeneb, alleen Jeneb moet hij gewoon kort door. Oké, doe hem aan. Zo, toch? Kun je maar zo, kijk. Onder naar boven. Jelle, kom. Onder. Ja, is niet zo. Nee. Oh. Hey, nee, niet hoog. Hier. Hey, Bilal, ik wil nu. Mag ik nu? Nee. Jawel, Bilal, ik wil nu. Bilal, ik wil knippen. Nee. Maar laat hem eens even één keer. Ik wil even knippen, bro. Geef me even. Mag ik even Bilal? Nee, heel snel. Oh, is van mij. Nee, ik maak niet uit, joh. Hij mag ook even proberen. Nou, man, je hebt het al klaar. Brian Vlogs. En maar heb jij een vaste kapper, of niet? Jawel, man. Ja? Jawel, man. Maar durf je ook naar een andere kapper te gaan, zomaar? Jawel, alleen weet je, het is, ik ben tevreden met hoe hij het doet, snap je? Als ik bij hem in de stoel zit, ik weet dat hoe ik het wil, zo gaat het wat worden. Wat heb je gedaan, sahbi, man? Kijk hier hoe je dat gaat. Nee, oh, joh. Oh, wacht. Brahim, ja. Je hebt een hele gat, sahbi, daar. Nee, wacht even. Is niet erg dit, toch? Kijk je. Het zijn altijd stoppen. Nee, eerst, hij moet deze afmaken, dan mag jij, ja? Jij doet de andere helft, oké? Ik zag gewoon aan het trainen aan mijn haar. Cursus kappen bij ankel. Maar ben je goed met je handen werken of eigenlijk helemaal niet? Wie, ik? Ja. Jawel. Wat doe je voor niveau? Ik zit op tweetalig VMBOT opleiding. Oké, theoretisch, dat is... Ja. Is niet verkeerd, bro. Alhamdulillah, wij doen ons best. Maar zou je bijvoorbeeld elektricien kunnen worden? Als ik het leer, als ik gewoon... Jawel. Kan je makkelijk leren? Praktijk, ja. Theorie, ik hou niet zo van de boeken. Nee? De hele tijd lezen. Ik kan het wel. Ja. En als het moet, moet het. Maar op een gegeven moment dan ga ik mij vervelen, snap je wat ik bedoel? Dan raak ik mijn concentratie weg en dan ga ik gewoon niet meer mijn best doen. Maar heb je wel eens getwijfeld of je ADHD hebt of niet? Ik heb ADHD, mijn broer. Nee. Ben je irritant in de klas of niet? Nee, niet irritant. Alleen soms, ik ben wel de grappenmaker van de klas, laten we het daarop houden. Ik geef eens een voorbeeld van een grapje waarvan je denkt, oké, dit is echt typisch Marwan gewoon. Ik vind hier Bilal, jij mag trouwens verder. Wacht hoor! Hola. Gaan ze aanvragen? Ja, maar anders ga je te hoog, Bilal. Nee. Nee, zeker? Oké. Okay. Maar jullie zijn niet echt beste vrienden, merk ik. Ze hebben geen vrienden, Bilal. Nog niet, zeg maar. Zo, maar nu ga ik wel mijn hand doen, want anders ga je te hoog. Nee. Doe maar hier, knippen. Nee, wacht maar. Ja, maar broer. Wacht maar. Oké, maar doe deze weg. Wacht. Nee, deze. Nee. Jij moet jouw vinger hier doen, anders ga je zijn oor doen. Bilal. Oh, sorry. Ja, Bilal, weet.
Kijk, jongens, ik zeg jullie heel eerlijk, je bakt er niks van, broer. Hada, waarom hada? Hij is wel snel. Ik ben snelle best, wel maar... snel. Ja? Je moet hem laten afmaken. Maar je bent wel praktisch ingericht, dat zie ik wel. Leila, helala, leila, helala. Hallo, 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 hallo. Leila, helala. Leila, helala. Leila, helala. Zeg, hallo, Leila. Genoeg, dankjewel. Dankjewel, Bilal. Bilal, dankjewel. Bilal, dankjewel. Dankjewel. Kom. Kom maar. Doe die deur op. Moet hij even de jas aan? Het is echt naar de auto terug. Kijk maar. Wil je jas aan of wil je snel mee naar buiten? Jas aan of geen jas aan? Geen jas aan, hè? Kom. We gaan iets halen voor jou. Kom. Het is lekker weer, hè, Bilal? Het is lekker weer, hè, Bilal? Kom maar hier open, doe maar zo. Til omhoog, omhoog. Dit is voor jou. Gaan we binnen openmaken? Hallo? De camera is verkocht, Koele. Oh, dit is cool. Ja, camera. Wat heb je daar, Wille? Oh. Wow. Oh, je mooie trui. Dit is wel echt mooi, man. Is hij mooi, Wille? Hey, kijk, deze ook, hè, Bilal. Kijk, deze is... Wat is het? Corona. En wat moet je tijdens corona? Moet je mond? Kapje. Ice. Dat is ice. Ice. Erle, knuffel. Geef me knuffel. Kom. Wat is, zeg maar, je eerste indruk van Bilal? Eigenlijk precies wat ik had verwacht, eigenlijk. Hola. Hola? Ik zag op YouTube. En nu ik hem hier heb gezien, mijn broer, hola, het is, je merkte wel in het begin dat hij moest wennen ook. Ja? Ook met al die prikkels. Maar nu, je ziet het. Een kruil hebben. Jij bent gek. Maar voor hoeveel zou je kou gaan? Nul. Zeg Ola. Nul. Ik geef jou 500 euro nu. Ola, mega kou. 5k. Ja, oké, dat is wat anders. 5k? 5k wel? Ja, maar nee, mijn broer, Ola. Nee, maar 12 euro nu, cash. Nee, ben je gek, man. 2000? Nee, mijn broer. Echt? Doe niet? Hoeft niet, man. Dat mag. 2000 kan mijn wenkjes weg. Dat is gek, deze. Nee, mijn broer. Ik ga jouw foto laten zien hoe ik het eerst had. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ga zijn die vorige, die eerste? Kijk mijn haren. Nee. Maar wanneer was dit? Toch mooi, broer? Nee, maar dat is niet mijn ding. Wanneer was dit? 2-3 jaar geleden. Oh, echt? Ja, man. Dat was ook met Boutassa. Ik was eigenlijk een groot fan van hem. Hè. Ja, man. Kijk, Boutassa. Sterk. Ik deed vroeger kickboksen, toch? Ja. Dat soort dingen. Dus je bent ook fan van Boutassa? Heel groot fan. Weet hij het inmiddels? Ja, ik praat met hem nu via die clubhuis, toch? Oh, dus je zit ook op clubhuis nu? Ja, man. Holla. Dat is en? Die verslaving, toch? Ja? Dat bespreken we, Mokro Mafia Insiders. Nee, joh. Ja. Ik ga contouren doen van jouw snor en zo. Broer. Dat is zo vaak buiten. Kijk, hier had hij nog gelachen. Nee, waar is het dan even? Ik heb een vraag. Ja. Waarom doet Bilal altijd deze zo? Omdat hij, omdat mijn vader een baard heeft. En vroeger deed hij dat altijd. Van jongs af aan zat hij altijd al aan zijn baard. Jouw vader? Dus Bilal zat altijd aan mijn vader's baard. Oh ja. Sindsdien, als hij baard ziet, vindt hij fantastisch. Dat is een hele goede vraag. En stel je voor, Bilal heeft er bijvoorbeeld soms geen zin in. Hoe ga je daarmee om? Of wat doe je waardoor hij denkt toch van, oké, weet je wat ik doe mee? Als Bilal geen zin heeft, dan komt er niks. Dus als hij echt geen zin heeft, als dan hij geen zin heeft, Ola, dan gebeurt het niet. Dus we hebben al meegemaakt dat dan regel ik een voetballer of zo. Hij wil niet. En dan zijn we er, dat zijn we aan het opnemen en dan wil hij niet meer. Oh, dan, hij heeft gelijk eigenlijk. Dan moet ik afkappen. En soms, dan weet ik van oké, bijvoorbeeld we hebben al een video af en dan is het alleen afsluiting of iets voor elkaar krijgen, weet je wel. Ja, dan kan ik tegen hem zeggen van we gaan, weet je, dan benoem ik, we gaan eten, we gaan drinken, we gaan, en dan slapen we bij mij thuis, weet je wel. Ja. Dus dan benoem ik ook wat er gaat gebeuren, maar ik ga hem niet iets beloven wat ik niet waar kan maken. Ja, maar dan kan je hem echt ook pissig maken. Natuurlijk, maar het is gewoon teleurgesteld en... Je weet toch, ik hou ook niet van mensen die tegen kinderen zeggen, ja, je krijgt dit, je krijgt dat, en dan volgens krijgen ze het niet. Ja, gewoon een paar gehoord. Ja, ik kan daar niet tegen. Wat op Bart Smit, inshallah. Ja. Maar Allah, mee gaat naar Bart Smit. Prime Vlogs. Ja man, Bilal. Bilal, gaan we armpje drukken? Ik ben sterker dan jou. Je bent sterker, toch? Oké, kom armpje drukken, kom. Kom maar, Bilal. Als je al klaar bent, wauw, kallah, handen even op.
Wat is het? Waarom al twijfelt nu? Ik ben sterker dan jou. Ik ben sterker. Wacht, wacht even. Kan jij af? Ja. Man, wat een glaap. En een knuffel. Ik wil ook een knuffel. Ja, met dit. Ja, denk je dat wee, wee. Is dat allemaal groen? Hé, hé. Het is een trick. Ja. Hij doet het wel, hoor. Nee, twee. Ja. Kom, kom. Ja. Mashallah, mashallah. Nee. Maar deden, ik had niet eens een fiets. Ik keek naar jongens die al motor reden. Eigen kapitein, maar ken die tijd toen was de boot verdwenen. We zijn de hele dag met pap bezig. En anders zijn we wel met pap bezig. Ik heb mijn papieren hier en daar, maar als ik morgen ga vertrekken, dan moet iedereen het afgeven. Ik kon het gooien op iets doms weer. Maar gooi het liever nu in baksteen. Het voorbereid zijn op de hoek. Je hebt een grappenmaker, hè? Wat vind je ervan, Brian? Hè? Huh? Vind je ja, het ervan? Kom hier, kom. Mooi, man. Had je het zo? Het is wat beter dan waar Marie mee kwam. Ja. Ik heb de hele dag films te maken met deze show. Vlog, ik ben hier aan, broer. En daar is Willem. Hoe is het? Box, jongen. Ken je mij nog? Weet je wie dit is? Ik heb mij, ja. Broer van Ai. Ai, broer. Ik wil wat zeggen. Ik wil even een SO doen naar Willem en Brahim. Voor de succesvolle vlog en deze mooie mensen hier. Chokraan, chokraan. Love. Alleen maar liefde. Alleen maar liefde. Alleen maar liefde. Ja, man. Op scher, word je kaal? Wat wil je? Maar hoe wil je naar rechts met jab? Oké. Wil je even naar daar kijken? Ja. Saf, we gaan zo knippen voor jou. Oké, start maar, vriend. Je hebt een groot mond. Wat hoe ga ik jou knippen? Ja, weet je gaat doen ook. Je moet zo staan. Marwan. Oké. Scarface of Godfather? Scarface. Oei. Meen je dat nou echt? Godfather, dat zag je. Je hebt ze allebei niet gezien, hè? Eerlijk. Oké, Dragon Ball Z of Pokémon? Dragon Ball Z. Ja, waarom? Dat is echt gelogen, man. Ik ben niet zo van die Pokémon met die diertjes gooien en dat soort dingen, man. Oké. Bij Spangas acteren of goedheid zegt tijden? Spangas. Echt? Ja. Meen je dat echt serieus? Ja. Hey bro, maar goed, hij zegt hij is soap is het grootste van Nederland, ja, hè? Ja, maar kom op. Ik vind dat niet zo, ik vind dat niet leuk, man. Nee. Zeg maar Ludo Sanders. Je weet wie Ludo Sanders is? Ja, ja, ja. Broer, dat je met dat hij jou inhuurt of dat jij hem, je weet toch? Gewoon. Ja, okay. Ja, ik snap het. Ja, als ik zo'n rol zou spelen, ja. Ja? Ja. Maar zou je ook gewoon een andere soort rol kunnen spelen? Ja, ja, tuurlijk. Wat lijkt je voor de rol die dan leuk is? Ik heb eind dit jaar komt inshallah als de bioscopen weer open zijn, komt er films die totaal andere Marwan. Kun je ons iets meer vertellen? Het is een science fiction film. Het gaat een beetje over tijdreis, et cetera. Dat maar. Maar ik ben dan een beetje een jongen die juist. Deze heb ik nog tegen niemand verteld, hè? Nee joh. Dat is voor jou, hoor. Nee joh. Dan ben ik een beetje een onzekere jongen. Mijn moeder is overleden en mijn vader die ken ik niet meer. Dat man. Dus ik heb gewoon een primeur hier. Wat? Strijper. Is het mooi, Biele? Is het mooi? Nee? Wie doet beter, ik of Emmy? Wie is mooi? Wie doet goed? Emmy. Wie is mooier, ik of hij? Wie is mooier? Ik zie het. Wie is mooi, betere kapper, ik of Emmy? Warwan of Emmy? Albei. Ah, liefde jouw zie. Snap je, broer? Wil je maar daar hoor. Ja, ik vind het zinnig. Oké, maar Willem, wie is mooier? Ik? Ja! Ja, 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 ja. Snap je klaar, hij is van jou, ik hoef niet meer. Wie is mooier? Branje of Khadija? Wat zei je? Wat zei je? Allebei. Oké. Maar,
Wat ik echt mooi aan jou vind, is het feit dat jij, zeg maar, als jij een droom hebt, dat je die echt kan verwezenlijken. Dat je echt er alles aan doet. Want jij bijvoorbeeld, jij wilde heel graag acteren. Je was fan van Mokro Mafia. En dat je dan voor elkaar krijgt als figurant, terwijl jij niet eens wist dat figurant was. Snap je? Ja. Dat je gewoon al ingaat, ja, met je fiets, weet ik wat, allemaal die kant op gaat. Dat is echt, zeg maar, dat je iets wilt bereiken. En niet alleen maar met woorden. En wat jij net aangeeft van dat jij alle omstandigheden kan je op inspelen. Makkelijker aanpassen. Gewoon aanpassen. Ja. Dus bijvoorbeeld, jij kwam bij mijn vader tegen, het feit dat je al naar hem toe wilt gaan. Jij wilt dan bij een soort van liefde tonen. Ja. Je past je gelijk aan de situatie. Ja, dus dat vind ik echt een kracht. Doordat je makkelijk kan aanpassen, ben je ook veelzijdig. En dat wil zeggen, je kan een bad boy spelen, maar je kan ook gewoon een lieve jongen spelen. En je weet, zo lijkt het tot nu toe, op deze leeftijd al wat nodig is om succesvol te worden. Dankjewel, man. En je vergeet je geloof niet. Vind ik, we doen allemaal dingen die niet oké zijn. En wat ik ook gewoon mooi vind, vergeet je geloof niet. Dankjewel, man. Toch? Waar worden van de waar. En als er iets koud moet, dan is het jouw snoer. Ja, die moet je weghalen vandaag. Ja, ze is daar. Brian Vlogs. Ja, mensen, zijn we weer. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Voordat wij verder gaan, vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te delen. Vergeet niet te liken. Vergeet ons niet te volgen op Instagram. Link in beschrijving. Beneden. Of niet? Wat? Huh? Heb jij niet iets voor hem meegenomen? Ja. Kijk, tada! Oh. Kijk eens aan. Oh, man. Is voor mij, Bile. Het is toch. Yes. Marwan, hoe vond je het vandaag? Hartstikke leuk, man, bro. Hola. Wat je ervan verwacht had? Jawel. Ja? Ja, man. Alleen dat jouw kapsel zo goed zou zijn, dat ik weer niet zou hij doet alsof hij het gefixt heeft. Nou, hij heeft gefixt. Ik heb gefixt ook. Ja, tuurlijk. Yo, Anko. Hoe vond je het? Ja, was gezellig. Holla? Ja, zeker. Dankjewel, man. Je hebt Molaila, je hebt mijn hoofd gered, bro. Zeker. En ik heb de allerbelangrijkste les geleerd vandaag. Die blijft tussen ons. Ja, toch? Ja, die. Staf één. De wacht tussen ons. Hey, mensen. Voordat ik ga afronden. Ik wil even zeggen dat we allemaal getest hebben. We zitten hier niet zomaar. We hebben allemaal getest, dus alles is gewoon veilig. Is gewoon clean. Is gewoon relaxed. Hey, Bilal, wat moeten de mensen doen? Abonneren. Want wij zijn echte. Echte man. Ja, zijn we een beetje enthousiast als hij. Wij zijn echte. Echte mannen. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... liefde. En wij zeggen altijd... zeggen tijd. Aarde. Aardewijsie. 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 Je hebt echt para gemaakt vandaag. Ja, man. Hij is mijn broertje. Love, mensen.